Voor de meisjes, we hebben geslaagd een nieuwe auto gekocht. Beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro. En jongens en meisjes, jullie zijn op mijn YouTube-kanaal terechtgekomen. Maar blijkbaar was ik mijn intro vergeten van de weekvlog, wanneer ik op vakantie ben gegaan samen met Lina. Geniet van deze video, ik ga nu streamen. Ik kreeg net te horen van Lotte dat ik mijn intro ben vergeten. Dus bij deze, even voor jullie speciaal opgenomen. Bedankt om te kijken, alvast doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter straks na het kijken van deze video. En ik hoop dat je kunt wachten, want er zal nog een vervolg zijn. Dus geniet ervan. Ik ben spijtig. Dat klopt niet, hè. Nee, dank u. Josje pakt nog... De andere twee is ze, kijk goed. Want dat is... Moet je zijn! Hij heeft dan een strijk. Moet je zijn strijk. Dubbel strijk. Kijk, huppa. En nu komt de volgende. Nee. Het was mooi. Het was een strijkwaardig. Mijn verlies en mijn... Ik ben verloren met de bowling. Dat is straf. We zijn thuis voor mensen. Hoi, een verjaardag. Amai, ik ben ook geen. We hebben net de verjaardag van Vinci gevierd. En uiteraard niet gefilmd daar binnen bij de ouders van Lina. Beetje privacy, dat mag nog wel. Ja. We zijn onderweg. We waren onderweg naar huis. We moeten thuis gekomen. Maar we moeten stil zijn. Want anders dan gaat er een papiertje op de voordeur plakken. Oké. We gaan op vakantie met denken. We zijn net helemaal klaar. Ik heb al mijn valiezen gemaakt. Ik heb twee zakken gemaakt. En mijn baby is nog aan het kuisen. Of nog een plaatsen aan het doen. Want we hebben alles mooi opgeruimd zodat we thuis komen vrijdag. Dat er eigenlijk niets meer te doen is. Zodat we gewoon rustig kunnen thuiskomen. Dan kan ik beginnen werken voor Dardro, want dan is de week rust voorbij. Oké, okay, we zijn weg. Dan gaan we op vakantie. Maar we moeten, baby, waar moeten we nog gaan vandaag? Mama, ja, mama en papa. Nee, nog iets. Denk van een B. Burger King van jouw dingen. De Burger King voor een skin op Call of Duty. Goed, baby. Nee, boosjes zijn. Nee, niet boosjes zijn. Het is goed. Het is goed. Ja. Allee, dag. Dag, Flipje. Oh. Doei. Flipje is nu ineens Flip. Nee, het is boos. We zijn weg. Oké, ik heb gegokt, ik heb er 60 euro in gedaan. Ga eens kijken. Maar die is er ik. Ah, dat is zalig. Ik geniet er niet van. En we gaan nu kijken op metertje hoeveel naft er in mijn auto zit. En dan weet je dat ik voor gehoopt of niet. 100. Ja, dat is mijn bandenspanning dat daar aan het flikkeren is. Als mijn bandenspanning die flikkert en die motor, sorry, is mijn lambda-zonde. Nu is het altijd niet gemaakt, want ik moet nog altijd naar de garage gaan. Ik ben nog altijd aan het wachten totdat de pippo's tegen mij zeggen wat ik moet betalen, want ik ga niet betalen voor een vervangwagen die ik niet heb gebruikt. Uh-huh. En dan moest ik gaan betalen, maar het probleem is, ja, het moet gemaakt worden, ik ga niet betalen voor het dat is gemaakt. En die bandenspan is omdat ik mijn nieuwe velgen heb en omdat er geen sensoren in zitten. Dus chillen. Heel chill. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu onderweg naar de zee. Mijn baby is boos. Nee, ik ben niet boos. Ik ga het gewoon niet kijk. Zit er varkentjes in? Dat is ons eten voor vanavond, dat baby. Oh, nee, juist niks, ik eet geen varkentjes. Ga jij doen? Dat denk ik niet. Okay. Dat dacht ik al. Kijk, hier zitten de varkens, kijk. Nee, oh baby, stop te bewegen. Of warm. Echt waar. Baby, je ziet die daar niet zitten. Normaal zeg je die zitten, normaal komen je dag zeggen. Misschien zijn ze al aan het slag thuis. Warm, stop ermee. Ja, dat is kattenvallig. Hoe moest jij erin pipi? En kijk eens wat er daar is. De Burger King, die komt met een skin van Call of Duty halen. Maar mijn sleutel is van de auto. Echt hoe grappig. Zit er niet bij mij? Nee, die zit er niet bij mij. Ik ga een skin halen. Let's go! Oké, voor mij is al besteld. Deze moest je bestellen en dan krijg je die skin.
Ik zeg, nee, waar is de skimmer? Is het er niet bij? En blijkt dat hier staat, ik ga even lezen, de actie, maar echt een klein lettertje zo. De actie is alleen beschikbaar bij deelnemende burgerrestaurants in Nederland. En dan staat er, de actie is mogelijk niet beschikbaar in alle burgerrestaurants in Nederland. Dus je moet contact opnemen met het restaurant om te vragen of wat ze de actie doen. Maar het is wel lekker, hè? Aangekomen! Ja. We hebben al een mini rondleiding gehad zonder camera, want ja, die vrouw die kent ze ons niet. Ik ga eerst mijn jas aan doen. Wat is jij nu aan het doen? Vraag ik al de hele tijd dat ik er een jas moet ik hier filmen, dan doe jij je jas eerst aan. Oh, aan? Ja. Maar je doet je jas raar aan. Weet je vroeger, hè? Vroeger moest je die zo op de grond leggen en dan moest ik zo. Ja, zo en dan zo. Woe! Ja, dat deed ik ook in de kleuterschool. Ik ga jou in de auto leggen voor als we een keer naar de winkel gaan en weer in een zak moeten kloppen. Exact. Dat is de exact wat je had ik meer, en ik zeef er niet, hè? Meer dan 100 zakken. Dat is 100 euro aan zakken. Hè. Dat is niet om trots op te zijn, hè? Nee, inderdaad. Zie, deze moet mee. Deze moet mee. Dan zie ik al wat ik aan. Je hebt al meer. Je hebt meer mee dan ik. Ja, ik zie hè. En mijn vlogkabas heb ik niet nodig, hè? Nee, nee, dat mag in de auto blijven. Mijn vlogkabas heb ik niet nodig. Okidoki. En eventueel. Zie je zo proper? We gingen niet vertrekken voor het proper was, dus voilà, proper. Ja, mijn auto is echt proper. Nu wel, ja. Oh, je buiten niet, maar binnenkant wel. Oké, okay. Blijf jij maar filmen? Zal ik wel... Ja. Kijk hoe mooi het is hier. Kijk, het is wel mooi. Dat zijn zoals een ponnetje en ganzen en zo. Ja, daar gaan we zelfs naar kijken. Wij zijn nummertje 6. Ja. En nu gaan we absoluut naar binnen. We gaan wel binnen. Nee, we waren al binnen, hè. Ja, we waren al binnen. En hier zijn jongens en meisjes. Dat stond hier al, hè. Dat zijn hier mensen met smaak. Voilà, kijk eens aan. Mooie Dardro zakken. Dardro. Je kunt dus gewoon bestellen op mijn site. Hè. Dan kan ik mijn verwarming thuis opzetten. Nee, geen zeven. Ik gebruik die zakken voor alles. In het begin was ik daar tegen. In het begin wou ik die zakken niet. En dan zei ik tegen Sandro voor mijn merchandise samenwerking van wauw, dat is echt zo'n zak. Elke student loopt daarmee rond, ik vind dat niet mooi, ik vind dat ouderwets, ik vind dat echt lelijk. En sinds dat ik die zelf heb gebruikt, die elke dag. En vindt u die eigenlijk wel mooi? Oké, okay, we gaan bedden testen. Ja, we moeten even proper laken zetten in het bed. Smitsen kunnen door dat bed. Kan ik het er wel gaan uitleggen? Ja? Oké, okay, bedden test. Oh. Dat ligt wel goed. Ja, dat ligt echt goed. Smeek niet. Oh. Oh. Wel ver, hè? Oh, je moet wel proper lakens liggen, dat is wel. Oh. Bij de test. Is goed gekeurd. Geslaagd. Wij zijn terug van het restaurant en van een leuke wandeling. Morgen zullen we wel meer vloggen. Of ja, meer vloggen. Dat was de pfft van Lina op wc. Niet echt vettig prottig, hè. In ieder geval, we dachten vandaag even meetime. We doen de camera er even tussenuit. We hebben super hard genoten op restaurant. Het was super lekker. Het was zalig. Heel lekker. Bediening was heel goed. Ik heb zelfs die mensen 6 euro en half voor gegeven omdat het zo goed was. Daar heb je onze protrekken. En ik wou net eigenlijk op de vlog zitten, want ik dacht morgen pas verder te vloggen. Omdat vandaag gewoon nog lekker... Als je nu die wekker niet gaat afzetten. Die gaat al 20 uur af. Ik word er gek van. Nee. We gaan boswandeling en vleugel drinken, daar hebben we zin in. Maar ik wil even laten zien. Dus, ik kom er binnen en ja, de sleutel hier. Hè, en ik draai dus de deur vast. Maar ik heb een sleutel van de deur gehaald. En waarom? Stel, vannacht zit dat kot hier in brand en moet die vrouw ons komen redden. Drinkt van de rookmelder, maar dan nog. Dan kan die vrouw binnen met de loper. Want als je de sleutel eruit opstaat, dan kan die vrouw niet binnen. Dus, nog van nagedacht. Maar nu ga ik kaka doen. Want ik moet echt fucking dringend kaas. Ik ga even wachten. Oh, ik heb die kakken ook. Oh, genieten. Maar laat mijn neus op gemak gaan kakken, want ik moet dringend. Ik moet dat je niks gaan aan het filmen. Laat mijn neus kakken zijn. Oei. Shit. Doe je net een scheet? Nee. En het stinkt. En baby. En als ik jij dat ik stink. Dat is vast. Oei, oei, oei. Oh, baby. Het is echt vies, hè. Ik ga eerst een douche pakken voordat je in bed gaat liggen. Nee, 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 nee.
pas op. Sorry. Oh, dat stinkt direct, dat is normaal. Baby. Oei, oh, dat is fris. Ja, liever de stank dan de fris. We zijn dus gedoucht. Na een leuk dagje, baby. Ja, het was kei leuk. En nu ligt hij daar. Dat ligt kei goed, hè. In bed. Oh, dat ligt beter als mijn bed. Ik wil dat ook. Hij gaat hier komen wonen. Nu ga ik naar Cabonis kijken, die is met FIFA aan het spelen. En mag ik mee hier komen wonen? Ja. Ja? Ja. Moest je precies wel lang over nadenken, hè? Nee. Maar ik ben naar Cabonis aan het kijken. Maar je bent gezellig. Maar baby, maar jij moet nog jouw haartjes doen. Het duurt nog 2 uur. Dan kan ik er wel... Vijf minuten, baby. Ja. En de boswandeling en de vleugels staan klaar. Dan ben ik wakker, hè? En Michiel van der Weert zegt... Het was vroeg en koud en ik had geen goesting om te fitnessen. Michiel, met een tamzak. Kijk, dan weet Michiel het ook. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben net lekker gegeten. Maar in ieder geval, we gaan vandaag richting Nederland. We gaan naar Katzand. Daar gaan we op hotel. Ook een 4-sterren hotel. Hè? Mm-hmm. Dit is een 4-sterren B&B. En dat was er zeker aan te zien. En dan gaan we nu naar een hotel. Om een keer afwisseling te hebben. En dan gaan we wandelen. En dan gaan we naar de winkeltjes kijken en drinken en die dingen allemaal. Maar nu gaan we even opruimen, zodanig dat we weer kunnen vertrekken en dat we kunnen gaan betalen. Want ja, het leukste deel. Met die vrouw ook blij, ja. Dus, joejoe! We gingen normaal gezien naar een hotel in Katzand. En dat noemde Westen of zoiets. Maar blijkbaar noemen er 2 hotels Westen en nog eentje in Kouderkerken. Maar Kouderkerken, dat ligt dus over de zee. Dus we moeten nu zelfs... We moeten nu zelfs door een tunnel rijden onder de zee. Hopelijk raak ik daar. Hè? Want ja, hopelijk raak ik daar. Ik weet niet hoe of want ik ken er niks van. In ieder geval, we gaan dus naar Nederland. Echt, we gaan heel mooie stranden en zo zien straks. Het gaat heel leuk, heel fijn zijn. Ja, dat wel. Maar onderweg naar daar nu passeren we Sluis. En Lina zei, wat is dat Sluis? Die kende dat nog niet. Ik ben hier al eens 1 of 2 keer geweest. Dus ik kom hier nu maar daar naartoe. Dat is eigenlijk een gezellig dorpje waar er heel veel winkeltjes zijn. Dus daar gaan we nu eens naar. Dat zijn allemaal dikke auto's. Daar een dikke Bentley. Echt een dikke wagen. S-klas Mercedes. Ja, ja. En hier naar die Veco-Jeep. Like, what the fuck? Nou. Het is echt wel gezellig. Gewoon rustig wat rondlopen samen met babytje. Ja. Ben je aan het kijken? Ik ben aan het kijken welke naam er tussen stond. Een flessenopener. Ja. En hier kun je zo dranken doen. Dat is voor als je gaat skiën of in de bergen gaat wandelen in de sneeuw. Dan kun je zo whisky als ze meenemen. Gaan we eens doen. In de winter gaan we eens naar Dardenne gewoon wandelen in de sneeuw. Wat is ook deze fijn. Als er iemand mee wilt, dan doe je het in de reactie. Zeg. Ja, mogen ze niet mee, de mensen? Tuurlijk wel. Nou ja, hoe zeg je? Ja, tuurlijk wel hoor. Leuk hè? We zijn de visman. Zie je? Even kijken naar de visman hier. Allemaal verse vis. Hier in de gevangenis. En die wordt dan hier verkocht. Super mooi. En hier staan al kerstmannetjes. Kerstmannen. De meisjes, we hebben in Sluis een nieuwe auto gekocht. Boah. Dikke Lambo'se vriend. Oei, joh. Die is echt dik. Die is echt dik. En hij heeft nog warm, dus dat staat er niet lang. Die is echt fucking vet. 100%. 100%. Die komt eraan, ben ik zeker van. Ooit wil ik dat hebben. Ooit wil ik een fucking dikke Lambo. Echt, dat is... Boah, als je dat ziet staan, dan voelt je echt zo... Ja, dan ben ik er een kindje. Baby, ik wil die Lamborghini hebben. Maar toch niet in het geel? Ik voel me niet slecht in het geel, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar als ik een Lambo zou hebben... Oh, ik weet dat niet. Echt zo opvallend zo. Opvallend rood, opvallend groen, opvallend blauw. Of zwart. Pikzwart. Met een kleurafwerking. Kan ook. Pikzwart met geel afwerking. Pikzwart met lichtgrijs afwerking. Oh. Voilà, baby. Groen. Yay. Oh, joh. Zot. Aan het aankomen. Inderdaad. Een beetje aan het rekenen, maar dat zal nog wel weggaan, baby. Hopelijk. Kijk, ja. Daar zijn de duinen. Ja. Mooie huisjes. En hier is uw... Oh, maar kijk hoe mooi.
hier is uw hotel. Met mijn zicht op zee gaat dat niet echt vinden, denk ik. Kijk, hier is het hotel. Yay, we zijn er! Een beetje langer gereden dan voorzien, maar kijk. Ben je blij? Ja. Oh, maar die duinen zijn hoog. Zie dat nou? Ja, is wat, hè? Dat komt hoger dan dat hotel.